What's up boys and girls, welkom terug bij de Grind. Als ik eerlijk moet zijn, wou ik gisteren uploaden, want... Ja, jong. Godverdomme, waar zat ik nu weer? Ah ja, gisteren wou ik uploaden, want laatste tijd ben ik kei vaak aan het uploaden. Ik weet niet of je het door hebt, maar ik had weer eens een dag dat alles, maar dan ook alles misging. Eerst nam ik een Fortnite video op, kei goed, allemaal super wel gelukt. Ik ben niet gewonnen, ik zal het zomaar zeggen, maar het was een goede video. En wat zie ik daarna als ik wil beginnen editen? Al mijn gameplay bestanden waren corrupt. Want ik had namelijk enkele instellingen aangepast, aangezien ik zag dat de gameplay de laatste tijd niet meer zo HD was zoals vroeger. En ja, dan krijg ik zulke shit. Fucked up, video naar de klote, maakt niet uit, ik begin opnieuw. Maar tijdens dat ik aan het opnemen was, knalde opeens mijn HDMI-kabel eruit ofzo. Ik weet niet, het is opeens kapot. Mijn fucking HDMI-kabel. Ik zweer u, deze HDMI-kabel is nog de allereerste HDMI-kabel die ik ooit in mijn leven heb gekocht. Ik herinner die dag zoals gisteren. Het was een mooie zomerdag. Ik ging naar een mediamarkt en ik kocht er zelfs een PlayStation 3 headset bij. En nu is deze kabel gewoon kapot. Like for real, ik heb deze kabel gekocht in de tijd van MW2 toen HDMI pas de shit was, toen dat nieuw was. Like what the fuck. Deze kabel is serieus 8 of 9 jaar oud ofzo. Ik weet het niet. Deze kabel is gewoon... Heel mijn gamingcarrière of zo. Nu is gewoon godverdomme naar de kloot. Want toen ik er net naar de mediamarkt kwam, zag ik dat deze kabels 25 euro kosten. 25 euro voor een HDMI-kabel in 2017? Ik weet niet, ik snap het niet. What the fuck, is crisis voor iedereen, hè? Maar oké, het is goed geweest. De Fenibut is afgelopen. Wij gaan beginnen met grinden. Want ladies and gentlemen, jullie weten wel dat ik de laatste tijd was aan het grinden op al mijn divisions te prestigious. Zodat ik die ene Nuke, oftewel Moab, oftewel V2 Rocket of zo kan vrijspelen bij een 25 killstreak. En that's right, boys. Ik heb eindelijk alles geprestigious, dus dat is super. Cool. Maar nu ben ik bezig met de Diamond Camel vrij te spelen, de snipers. En ik moet dit klote wapen nog goud krijgen. Ik zweer u, dat is een pain in the ass. Dat is het allerslechtste wapen in Call of Duty of zo. En voordat je begint te zeveren van Casper, je zit gewoon slecht, joh. Je moet zwijgen, joh. De carabine is wel een goed wapen. Zwijg uw lip, joh. Ik ben een professionele sniper. Ik weet hoe die shit moet, maar met deze sniper... Gaat dat gewoon niet. Ik zal het u even stonen, oké? Okay? We pakken gewoon een standaard team deathmatch op Sainte-Marie-du-Mont. Are you going to finish that croissant? Maar ik zweer het u, veel gaat er met dit wapen niet komen. Het belangrijke aan al die camels is eigenlijk dat je altijd one-shot kills met je snipers moet halen om die camels, dingen... Oh, godverdomme. Die camo-challenges te completen. En voor een sniper is dat vies makkelijk, maar voor assault rifles en zo moet je opeens headshots halen. Ik snap er niks van. Maar ja, haal hier maar eens met dit klote wapen een one-shot kill. Dat gaat niet. Ik sta fucking 0 om 8. En vooral al deze... Oh ja, dat was een kill. En voordat alle keyboard warriors in de comments typen van oh, ik kan wel snipen met deze sniper, af en toe haal ik ook een goede gameplay als ik heel veel headshot haal hoor. Doe rustig. Ik wil gewoon aantonen dat dit wapen eigenlijk vrij nutteloos is als je serieus wilt spelen. Want hiermee kun je gewoon... Ja! Ah! Ik krijg hier zo hard schijt van en ik moet hier nog 100 kills mee halen met een one shot of zo. Laat me weten in de comments wat jij het allerslechtste wapen in heel het spel vindt. Want ik heb zelfs nog een wapen waar ik aan dat lijstje kan toevoegen, maar dat is voor Sevens. Het is de derde week of de tweede week van deze Call of Duty. Ik weet het al niet meer. Ik heb geen tijdsbesef, want ik speel veel te veel. Maar er zijn nog altijd problemen met die kutservers en shit. Ik bedoel... Alsof Call of Duty niet weet... Godverdomme, wat lig je daar? Het is precies alsof elk jaar Call of Duty vergeet dat ze miljoenen spelers hebben en gewoon te kleine servers hebben. Bal af, ja, BLO, godverdomme. Kijk, ik hou van deze game. Ik ben de grootste Call of Duty fanboy terug. Maar ik bedoel, het zijn zo dikke geldhoeren. Ze hebben zoveel geld, miljarden. En toch willen ze geen... Yo, even rustig doen, oké? Okay? En toch willen ze geen extra geld uitgeven voor betere servers. Man, miserie. Ja, het ziet er naar uit dat ik dit match ook slecht ga gaan, of wat? What the fuck, G? Ik moet gewoon beginnen te grinden, dikke killstreaks halen en shit. Het lukt altijd, behalve als ik opneem, man. Oké, even concentratie. 3 killstreaks, here we come. Allee, joh, gast. Oké, in ieder geval, dit is nog een ander klote tering fucking kutwapen. De triple. Dat is deze fucked up shotgun en die heeft letterlijk geen enkel nut in dit spel. Ik bedoel de naam alleen al, het noemt de triple. Dat is zo'n variant op zo'n double barrel shotgun. Het noemt dus een triple. Het heeft 3 buizen op de foto. Maar ik heb maar fucking 2 kogels. Hey boy, hopla. Eerste kill. Nice. Ik snap shotguns in het algemeen niet in dit spel. Ik word constant door shotguns gekild. Alsof het de meest overpowered wapens ooit zijn. Maar als ik met de shotgun speel. Nee. Niet hopen dat ik een kill krijg. Hoppa, nee, what the fuck. Ik zweer het u, als dat een enemy was met dat wapen in zijn handen, ik was gewoon dood als hij zo schoot. Maar als ik schiet, nee, ik krijg Poolse kogels of zo. Die maar de helft van de damage doen. Wat een ambetant kutwapen is dit. Dit wapen is toch echt voor de grap erin gestoken of zo. Ik zie echt geen enkel fucking voordeel waarom je dit wapen zou gebruiken. Hoppa, nee, 2 fucking hitmarkers, al mijn kogels en hopla. Ah, oh boy. By the way, sinds ik ben verhuisd gebruik ik zo'n klein kutstatief, omdat ik nu eenmaal geen plaats heb voor mijn grote statief. En daar is mijn camera al vaak gevallen, zoals je wel hebt gezien. En raad eens wat ik er net heb ontdekt, de autofocus van een kutcamera werkt niet meer. Enkele weken geleden is toch mijn microfoon van de camera kapot gegaan. Dat zijn nu de 2 belangrijkste dingen die nu kapot zijn aan de camera. Ik kan deze camera echt weggooien ofzo. Ah, sorry voor al de agressie in deze video, maar af en toe moet dat er eens uit, snap je? Hopla, daar is nummer 1. Oh, hier is de das. Wow, yo, godverdomme, wat is dat ineens?
Nee, man, weer al dat met dat vuurding, joh. Ze biedt steek ik jullie elke kop in vuur, joh. Altijd die veel te luide muziek aan het begin van een match, man. Maar oké, we gaan deze keer voor een goede gameplay. Kijk, daar komt er een enemy. Bam, die hebben wij ook, ja zeker. Daar zit er een enemy. Bam, die hebben we ook, ja zeker. Achter mij zit er een enemy. Nee! Allee, joh. Mijn KD is ook de laatste 2 dagen gezakt van 1.50 naar 1.42. Je moet denken, ik heb heel wat kills in deze Call of Duty. Dus het is niet dat mijn KD elke seconde omhoog of omlaag aan kan gaan. Dat betekent echt dat ik slecht was aan het spelen, man. Jesus Christ, joh. Allee, kom dan. Kom dan. Nee, joh! Nee, joh! Oké, ik ga nu een eerste en laatste poging doen om een deftige killstreak te halen. Oh my god, wat gebeurt er allemaal? Waarom zijn er ineens 80.000 enemies voor mijn neus? Oh, you go down, boy. Oh, nog een. Fuck you, je belo. Oh, shit. Is er nog iemand? Achter mij, sowieso. Ik hoor de voetstappen. Oh, get down, motherfucker. Oké, meteen onze killstreak. Nice. 5 killstreak. Let's go, boys. Oh, nog een. Nee, 6 killstreak. We go. Oh, nee, achter mij. Ja, vuile, echt waar. Ja, ik weet ook niet wat nut is dat ik deze game nog speel. Ik kan hier toch geen V2 rocket meer halen, dus I don't know. Wacht, ik heb nog een leuk idee. Oh yeah, boy. Oeh. Oh, nog een. Oh, kom op. Let's go voor een 2-killstreak met dit wapen. Let's go. Yeah, bitch. 2-killstreak met deze shotgun. Oké, shit. Wat moeten we nu doen? Komt hij naar hier? Ja, die komt naar daar. Op, loopt hij in een granaat? Nee, what the fuck gebeurt er? Hallo? Ah, hier zit je. Nee! Oh, ja, oké. 3 killstreak met dit klotenwapen. Mijn leven is compleet. Oh. Nu springen. Faggot. Nee. Oh, Leo, wat een klotentering fucking wapen, joh. Oh, yeah, boy. You just got owned. En nog eentje. Ah, nee. Oh. Doe rustig. Oh, nee. Appa! What the fuck? Ja, oké, sorry. Het is even genoeg geweest voor mij. In ieder geval, dit was dan voor de video voor vandaag. Ik weet, het is een beetje een iets... Ja, I don't know wat voor video dit was. Het is weer zo'n video waar ik alleen negatieve kanten laat zien of zo. Slechte gameplay, ik zag dat alles kapot gaat. Je kent mij. Soms moet ik zeggen, ik ben soms af en toe een wijf. Sorry. Mensen, in ieder geval, ik hoop dat jullie het alsnog een keileuke video vonden. Als dat zo is, laat dan zeker vast een like achter hier beneden. En dan zou ik zeggen, welkom terug morgen op mijn kanaal. Ik weet niet eens of dat een Nederlandse zin was, maar ik wil gewoon zeggen dat ik morgen ook ga uploaden. Waarschijnlijk Fortnite, dus doei!